Goedemorgen en welkom bij deze video. Ik ga je weer meenemen vandaag. Het is maandag 30 maart. En het is dus officieel de derde week van thuisschool. Hoewel ik verwacht dat we morgen te horen krijgen dat het wel verlengd gaat worden tot eind april. Na de meivakantie. We gaan het zien. Ik heb in ieder geval nog geen goede hoop dat ze volgende week weer naar school mogen. Dus ja. Ik ga sowieso maar even mijn beschikbaarheid doorgeven van de week. Of in ieder geval vandaag, want hebben ze om gevraagd. Omdat ik aangeef dat het afhankelijk is van of de scholen dicht zijn. Dat ze nog eens kan kijken wat ze me dan kan geven. En dat we er morgen een klap op geven ofzo. Het is nu 8:30. Ik werd uitgeslapen. De wekker ging bij mij om 7:00. Die van Pascal om 6:15. Toen heb ik mij omgedraaid. En toen, nou eigenlijk 7:15 ging die van mij. En toen heb ik hem gesnoest. Pas ik al bedacht. Tot 7:00. En toen lag ik om 7:00 nog zo lekker op dat. En toen ben ik gewoon nog een keer, 3 keer gaan snoezen. En toen kan Logan mij op een gegeven moment wakker maken. En dat vond ik wel heel bijzonder, dat ik goed ben. Logan is mijn uitslaper. Die is iemand die ik echt wakker moet maken als er geen school is. Of als er, nou ja, of andere kinderen moeten hem wakker maken. Maar hij wordt dezelfde uit zichzelf wakker. En toen keek ik, hoe laat is het dan? En het was dus 8:00. En nou, hij valt mee. En ik ging het om... Iets voor 8:30 wil ik weer kijken. En die ligt gewoon nog oud. Die ligt gewoon helemaal verband. Ik kreeg niet wakker door mijn handen over het gezicht. En dacht ik echt, ja, waar ben ik mee bezig? Het kind heeft, in principe hoeft ze niet nu in de schoolbanken te zitten. Dus laat hem maar heel even doen. Misschien is ze wel heel moe. Ze voelt een klein beetje warm aan. Nou is dat op zich niet heel vreemd. Dus natuurlijk onder de dekens ligt en de verwarming in huis staat al aan. Maar ze voelde gistermiddag ook even warm toen ik zo bij mij op schoot kwam zitten. En toen heb ik het even getemperatuurd. En toen was ze 38,1, zoiets. Ze was laag 38. Dat ik dacht, En toen heb ik wel een paar paracetamol gegeven. Ze gaf geen pijn aan of als ze te warm had of wat dan ook. En ik heb daarna ook niet meer gevoeld. Ze heeft nergens over geklaagd. Ze hoest niet, ze niest niet. Ze lijkt eigenlijk helemaal niet ziek, behalve dat ze dan wat warmer aanvoelt. Dus misschien dat er toch ergens iets vroeg of iets zit. Zeker ook omdat ze van vlucht ook warm aanvoelt. Dus ik denk, nou laat die dan maar even lekker liggen. Goed zo, is hij helemaal afgekleurd? Doe je de kleurtjes even opruimen dan? 5 + 3, hoeveel is dat? 7 + 3. Nou, doe het op je telraampje eventjes erbij. Ik mis er nog 1. Ik mis er nog 1. Logan heeft er nog eentje, dat geeft niet. Wat heb ik er nog 1? Koploos. Ik dacht, ik heb bijna wat je kan. Wat is de volgende som, Logan? 4 + 4 is ook 8. En 5. Pida, pida, koda, da. Nu alleen op de kop. 5 + 2. Doe de mooie 2 maken. Dit is de mooiste 2 die ik kan maken, joh. Hij zit achterstevoren. Achterstevoren, onderstevoren. Zo, doe het lijn. En wat dan? Nee, dat is dan. Goeie manier schrijven. Dit is echt een... Dat zag je niet. Logan is boos, want hij hoort het allemaal niet zo goed.
Maar dit is echt wel heel snel mijn nieuwe favoriet aan het worden. Een roereitje met een beetje slagroom. Roeren. En even in de pan. En net voordat het van bovenkant ook droog is, gooi je er een wrap op. En dan laat je het nog even uitdrogen. En dan draai je hem om. Doe je de kaas in en dan vraag je het gevoel. Hij mag er 2 harder. Ja, ik zat hier op 12, dat is hard genoeg. Die ga ik er niet op peuzelen. En Brooke die wel geen boterham die wil. Ontbijtkoek met aardbei. Ook goed. Ook lekker. En Logan is lekker boterhammetje eten. Die is een beetje brutaal vanochtend, hè? Taal. Ja, een beetje. Je moeder is niet netjes hoor. Je bent wel bijna klaar met al je werkjes, hè? Dat is alweer fijn. Ja, we gaan wel nog even de hockeytraining doen, hè? Die je trainer heeft doorgestuurd. Even lekker buiten zijn. Ja, even lekker buiten zijn. Oh, de drama. Oh, de drama. Nee! Waarom doet de bel? Zo, Brooke is lekker bezig aan een 3D-puzzel. Dat gaat echt super goed, hè? Maar die is volgens mij echt wel voor. Waar is je doosje hiervan? Oh, hier. Die is voor 6 tot 10 jaar en moet je kijken. Doet ze gewoon eventjes, hè? Na 11 komt nummer. 12. Nee hoor, fout. Huur, Jos, zijn, Rauw. En dan komt nummer. Bouw. Dit, auto. Zo. Grin, spriet, plot, but. Kind, pijn, schoon, lach. Ik heb het even per 10 neergelegd, dat is makkelijk voor haar. Het is ineens chaos, want ik was de eettafel aan het opruimen van de lunch. En toen werd ik gebeld door de tandarts en die oproep had ik dus gemist. Lang ga maar praten, ik merk het. Dus ik belde terug en toen zei ze, ja, je Invisalign ligt klaar. En als je wil mag je hem ophalen, want we kunnen niet de bolletjes nu doen. Want ze hebben gewoon geen handschoenen en mondkapjes en dingetjes. Dus ze kunnen niet hem goed vastkleden, hoe zeg je dat? Goed zoals het hoort eigenlijk. Maar omdat ik er last van heb in de vorm van dat ik hier en daar drukverschil voel. Ik voel. Mama, ik ga vast in de auto. Ga vast in de auto, dat is een goed idee. Is de auto open? Ik ga hem open klikken. Ja, hij is open. Maar hoe kan ik het doen? Ja, ik zou het meenemen, dat is wel lastig. Misschien moet je popje je niet meenemen. Nee, misschien moet je popje niet meenemen. Ik ga vast. Ja. Oh, ze kunnen dus niet de bolletjes alvast maken, want ze hebben dus geen handschoenen en geen mondkapjes en dingetjes. Maar ze kunnen hem wel al zo in mijn mond laten klikken dat hij voorlopig in ieder geval even de drukte van afhoudt of de drukte ophoudt, waardoor mijn tanden niet verder gaan verschuiven. En dat klinkt voor mij wel heel fijn, want het voelt af en toe, voel ik gewoon heel veel, zeker aan de onderkant, dat het gaat verschuiven. En dat wil je natuurlijk niet. En het kan misschien nog wel eens een maand duren voordat ik aan de beurt ben. Dus daar ben ik heel blij om. Dus ik ga die kinderen inladen. Die gaan met hun iPad op de achterbank zitten. Want ze zegt, het duurt 10 minuten hooguit. Dus als ik er nu naartoe rijd, dan zitten ze misschien 10 minuten met hun iPad in de auto. En dan kunnen hun in de auto wachten terwijl ik mijn Invisalign ophaal. Ik ben heel benieuwd. Ik moet wel misschien even moeten nemen. Kom jij naar beneden, schatje, met je iPad en je oordopjes en al je zooi? Dan kan ik gaan. Hoor jij het? Oh, wat voelt dit raar. Oeh, en ik praat ook gek. Oh, man. Het voelt wel minder heftig en eng als toen ik als 13-jarige een slotjesbeugel kreeg. Ten eerste deed het toen zoveel zeer dat ik een hele week alleen maar witte broodjes met filet mignon kon stoppen. Omdat mijn tanden gewoon zoveel zeer deden. En heel mijn mond lag ook echt open vanwege die slotjes. Nu, het doet wel zeer, maar niet heel erg zeer. Het is gewoon gevoelig nu. En doet in ieder geval geen zeer aan mijn tandvlees of aan mijn wangen ofzo. Want het is natuurlijk allemaal glad. Hoewel er zitten wel uitstulpingjes aan. Voorwege de attachments die je zou moeten hebben. Maar die heb ik dus niet. Normaal gesproken dus bolletjes op je tanden plakken. Om een bepaalde druk op je tanden te kunnen zetten. Met die alignment. Met de bitjes. En ja, dat kunnen ze nu natuurlijk niet doen vanwege het coronavirus. Dus ze zei ja, probeer het gewoon eventjes. En normaal zou ik zeggen hou ze een week in. En dan over een week doe je de volgende tray. Ja, dus dan doe je iedere maandag doe je de volgende pakken. In dit geval zegt ze probeer er 2 weken mee te doen. Totdat je echt merkt dat ze heel erg los zitten. En dan kan je even kijken of je die tweede erbij kan pakken. Want we weten natuurlijk niet hoe lang dit gaat duren. En hoe lang het duurt voordat ze wel de attachments erop kan zetten. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Tot zover gaat het wel goed. Maar het is wel, ik vind het wel een dingetje weer. Ik praat van mijn gevoel heel anders en... Ja, ik kan nu eigenlijk alleen maar water drinken en anders moet ik hem eruit halen. Mama, kijk.
Oh, je moet even hier op dit knopje drukken. Kijk, dat doet hij weer. Alsjeblieft. Deze kat die lag in Fleur's kamer, die heeft Fleur's kamer gelegd. Oh. Fleur. Oh. Ik weet wel, het lag je eerst op de witte en later de roze. Ja, helemaal goed van jou. Dan kan ik zien door het kruis. Oh ja, door het kruis dan kan je zien dat het eerste witte er hing en toen pas de roze. Ja. Ja, helemaal goed van jou. Doei. Na poging 321 heb ik eindelijk iemand van Centraal Beheer aan mij gekregen. Want die had ik even nodig. Ik weet niet of ik dat gisteren heb gezegd in de video. Maar er is dus een stuk daklood. Ik zie niet dat het bestond. Maar het is dus van onze dakkapel aan die kant van het huis gewijd. We hebben hier een dakkapel, hier een voor een dakkapel en achter een dakkapel. In alle slaapkamers van de kinderen. Die op zolder slapen. Maar die aan de voorkant die was er dus afgewaaid. En die is echt nou, op zo'n stukje na op mijn auto terechtgekomen. Maar dat moet natuurlijk wel gerepareerd worden. Dus Pascal die heeft gisteren al bij Centraal Beheer online die schade gemeld. En die is afgewezen omdat het, nou ja, vanwege dat het een storm was, dacht ik, hè. En nou bel ik. En na 321 pogingen word ik ook echt serieus. Dat ik niet langer als een half uur hoef te wachten. En blijkt dus dat de schade verkeerd is ingevoerd door Pascal. Want wat was er nou aan de hand? Hij heeft gezegd dat wij de belang hebben, of te zeggen dat wij de verantwoordelijke zijn. Maar dat zijn we natuurlijk helemaal niet, want we hebben een verzekering daarvoor. Dus Centraal Beheer is daarvoor verantwoordelijk. Dus nou, de allerbeste man die ik aan de lijn had, die heeft het allemaal gefixt. Die heeft het allemaal geregeld. En kreeg je drie opties, dat je het zelf kon doen. Je kon zelf een bedrijf inschakelen of je kon hun een bedrijf laten inschakelen. En die laatste optie die was wel heel aantrekkelijk. Want dan heb je dus met niks te maken, je alleen maar thuis te zijn. En laat dat nou heel vaak zijn de laatste tijd. Dus dat moet goed komen. Dus dat is ook geregeld, daar hoor ik als het goed is morgen wat meer van. Ik heb aankomende zondag vrijgekregen, dat vind ik ook wel relaxed. En ik heb mijn beschikbaarheden doorgegeven de aankomende 2-3, eigenlijk voor heel april doorgegeven. Mij moet ik nog wel even voor gaan kijken, maar dat kan nog wel even. Want Pascal heb ik dus net gebeld om te vertellen dat het beheer, gewoon mag mee, ja. Centraal Beheer is gelukt. En die was onderweg om een proefrit te maken in een bedrijfsbusje. Daar is nu een mooie actie van en die loopt tot en met morgen. En hij heeft al een offerte gekregen en iemand aan de lijn gehad. En noem het allemaal maar op daarvoor. En hij gaat vandaag een proefrit maken en dan moet hij er een klap op gaan geven. Dus dat gaat hij nu even doen. Dus we eten vanavond tot later. Statusupdate. Daar is hij. Overigens gaat er alleen maar meer pijn doen. Beetje nadeel. Echt, deze pup is me toch een partij eigenwijs. Je zit hier een beetje om het hoekje. Jij. En die zit daar dus. En ik ben al drie keer naar de voordeur gelopen om hem te roepen. En hij komt gewoon niet. En dan houd ik zijn kopje. Net zo dat je, ik kan wel zien dat hij me ziet. En dat hij me hoort. Natuurlijk hoort hij me. Ik zie echt alleen mijn puntje van zijn neus. Maar hij blijft ook echt zo zitten. Van, kom maar halen. En het is voor hem toch echt eten zijn. Het is 10:06. Pascal heeft net gebeld dat hij onderweg is. Dus nou, hij moet nu gewoon wachten totdat Pascal terug is. En dan ga ik het eten voor hem klaarzetten. En tegen de tijd is ons eten ook klaar. We gaan lekker spaghetti eten. En ja, wel een beetje later als normaal. Maar dat geeft niet. Want de kinderen waren vanochtend ook allebei later als normaal. Worden. Dus gewoon een relaxed. Ze moeten morgen wel op tijd allebei klaar zitten. Want ze hebben Google Hangouts met de juffen. Dus. Maar dat is pas weer het woord voor morgen. Is het lekker eten.